Het is vandaag dinsdag 8 juni 2021. Het is een erg warme dag vandaag. Niet eens zo gek warm, maar ik heb heel erg snel last van de warmte. Dus ik ben een beetje duf. Maar ik dacht, het is nu avond. Ik ga aan de slag met mijn comicskast. Het is een project waar ik al een tijdje mee bezig ben. En je ziet die gaten hier. De comics die helemaal hieronder zitten, daar. Die moeten zo naar boven verplaatst worden, naar hier. Zodat ik ruimte heb, onder andere voor de nieuwe Hulk comics die daar moeten gaan staan. Goed, een van de lastigste dingen bij het onderhouden van boeken en comics in je kast is dat je rekening moet houden met de toekomst. En daar bedoel ik mee, dit is de P van Ed Piskor. En Red Room ben ik aan het verzamelen. Dus er komen nog wat Piskors bij en daar moet ik natuurlijk rekening mee houden op de plank. Dus hoe los ik dat op? Door onder andere dit soort boeken erbij te plaatsen die later eruit kunnen. Dus de Best American Comics hoort hier eigenlijk helemaal niet te staan, maar als ik die er dan uittrek, dan kan hier Sandman en zo een klein stukje doorschieten. Hetzelfde geldt voor hier. Hebben we onder andere Alan Moore. Nou, daar komt waarschijnlijk niks meer van bij van Alan Moore, maar Terry Moore daarentegen, dat lees ik graag. En als die weer iets komt met Strangers in Paradise of iets anders, ja, damn. Dan moet dat op de plank staan. En er zijn nog een paar andere dingen van Terry Moore die ik nog niet heb. Dus dan is eigenlijk dit gat alweer te klein. En zo blijf je bezig. En waarom komt er voor mij niet zoveel meer bij van Alan Moore, vraag je af. Want dat is toch een goede stripmaker. Ja, dat is ook zo. Maar hij is ook een fucking wanker. En daar bedoel ik mee. Alan Moore heeft een paar hele onaardige uitspraken gedaan over Stan Lee. Bij lezingen en weet ik het allemaal. Over zaken waar hij eigenlijk de ballen verstand van heeft. En dat viel me heel erg tegen van Alan Moore. En het stomme is, als je dat soort dingen weet, ga je toch anders naar iemands werk kijken. Als jij Alan Moore een fantastische schrijver vindt, blijf gewoon lekker dingen van Alan Moore lezen. Want bijvoorbeeld A Small Killing, die ik hier heb. Ja, dit is fantastisch. Ik kan wel even laten zien. Deze heb ik een tijdje geleden op een Comic-Con gekocht. Het ziet er gewoon mooi uit. Dus ik vind het wel een goede schrijver. Maar ik vind het zo jammer dat hij zich zo negatief uitlaat over Stan. Ja, het eeuwige debat. Wie heeft nou wat gedaan bij Marvel? En sommige mensen beweren, zoals Alan Moore, Stan heeft geen reet gedaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Stan is voor minstens 50% verantwoordelijk voor de oerknal van het Marvel-universum. Maar goed. Alan Moore is een surpiet, maar hij schrijft wel goed. Maar voorlopig komt er denk ik niks meer van hem bij. En daar hou ik dus rekening mee als ik de planken aan het indelen ben. En dan denk je misschien Michael. Terry Moore met de T komt natuurlijk na Alan Moore met een A. En dan zeg ik, je hebt helemaal gelijk. Maar ik wilde graag die Strangers in Paradise pockets bij elkaar houden. Anders had de helft van de reeks op de ene plank gestaan en de andere helft op de andere plank. Het ziet er toch mooi uit, moet je kijken. Want die personages zo. Dus ik eer het alfabet, maar bend the rules wanneer het mij uitkomt. Het is immers mijn kast. En misschien komt er nog wel wat McCloud ook bij in de toekomst. En dan zitten we weer met een nieuw probleem. In ieder geval komt er waarschijnlijk meer Terry Moore nog bij. Dus alles blijft altijd maar in flux. En je moet daar dus rekening mee houden. Ik ben wel benieuwd, hoe los jij dat probleem op van je boekenkast? Stop je dan ook, net zoals ik, ja, tijdelijke boeken ertussen van, nou, dat moet maar eventjes? Of heb je een andere oplossing? Ik hoor dat graag. Deze zijn wel leuk. Dit zijn Marvel superhelden. Nog uit de stapel van Thijs. Die heb ik eventjes gecheckt. Dit is getekend door Herb Trimpey. Geschreven door Roger Stern. Dus dat gaat sowieso leuk worden. Ik heb deze nog niet gelezen. Maar ik zet hem toch alvast in de kast. Want ik dacht eerst, ik neem de hele de stapel van Thijs gewoon helemaal door voordat het in de kast gaat. Maar dat, daar heb ik toch eventjes de tijd niet voor. Ik ben ook gewoon Avengers aan het lezen. Dus dan moet ik later maar weer ontdekken dat ik deze nog heb. Deze heb ik trouwens wel gelezen, vond ik erg leuk. Marvel Team-Up. Nou ja, daar krijg ik dus geen genoeg van. En sowieso komt het allemaal bij de Marvel, dus ook deze rakkers die gaan dan
daar bij in de buurt. Nou, deze herkennen jullie vast nog wel van een eerdere vlog. Dat is Marvel Superhelden nummer 3. Ik heb ook nummer 1 in de kast staan, dat vind ik erg leuk. Nou, bij Marvel Superhelden wordt ook ongeveer Masters of the Universe te staan. Ook al een keer behandeld in een vlog. En Superhelden Parade. Dat is de enige Superhelden Parade die ik heb. Maar hij smaakt wel naar meer. Dus ik ga toch eens kijken of het is allemaal Marvel Funfair. Dus ik denk dat ik maar eens een keer ga kijken of ik een Amerikaanse omnibus of zo daarvan kan kopen. Deze cover is niet zo heel erg gelukkig, vind ik. Maar het tekenwerk van Michael Golden is wel fantastisch verder. Ik vind hem niet zo gelukkig, want hij is heel erg donker. Het is niet zo helemaal goed te zien wat hier allemaal gebeurt. Maar het binnenwerk is wel tof. Dit ziet er gaaf uit. De kleuren Indiana Jones. Indiana Jones, een geleerde. Indiana Jones, briljant. Indiana Jones, een avonturier. Dat kan allemaal. Als je Indiana Jones bent. Shit, ik ben niet Indiana Jones. Michael Golden artwork is dit. Ik vind het niet zo super leuk verhaal, want Spider-Man verandert hier letterlijk in een soort spinnenmonster hier. Ja, dit moet Spider-Man voorstellen, oftewel Peter Parker. Uiteindelijk komt het gelukkig allemaal goed met Pete. Maar het is toch erg naar om hem zo gemuteerd te zien. Dat doet mijn fanhartje heel erg pijn. Kijk, dan krijg je dus zo'n plaat als dit. Ik weet niet, ken je Marvel Funfair? Funfair moet ik zeggen. En wat vond je ervan? Goed, deze gaan ook in de kast. Zo, Marvel Superhelden, Marvel Strip en Marvel Age staan op de planken. En ook Marvel 1985, wat een fantastisch verhaal is. Natuurlijk Marvels en de sequel Eye of the Camera. En dan gaan we verder met Martha Washington en Elle van Lock and Key. Maar dan moet ik even verder kijken hoe ik daarmee aan de slag ga. Dus ik hou het er hier even bij. Het is nog steeds heel erg warm. En het is inmiddels 8:00 s'avonds. Ik ga lekker met de Avengers op de bank zitten. Een goed idee. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen op naar een volgende.